De schietpartij gebeurde hier in de Henricus Turkenstraat in de wijk Tongeren, Eindhoven. Het was het eind van hun achtervolging nadat de politie de twee mannen in een gestolen auto had zien rijden. Toen zij de mannen wilden aanhouden, reden zij achteruit in op de politieauto. En daarna is een schietpartij ontstaan waarbij de agenten op de mannen hebben geschoten, op de verdachten. Volgens een ooggetuige vuurden de agenten 6 kogels op de man af. De politie heeft ze hier achtervolgd met een onopvallend auto, dus geen politieauto. Ze zijn hier bij de Henricus Turkenstraat achtervolgd. Vervolgens zijn ze hier, hebben ze twee daders hebben ze gevraagd om naar buiten te stappen. Vervolgens is een dader naar buiten gestapt met zijn vuurwapen. Heeft hem op de politieagent gericht. Vervolgens voelde de politieagent zich heel logisch bedreigd. Dan heeft hij na verluid 6 maal op de verdachte geschoten. Is het gebruikelijk dat je als politieagent 6 keer schiet op iemand? Nee, ik kan dus niet zeggen dat er 6 keer geschoten is. Dat zal uit het onderzoek moeten blijken. Maar het is natuurlijk niet gebruikelijk dat politieagenten zomaar op iemand schieten. Dus daar hebben ze echt wel een aanleiding toe gehad. De tweede man is aangehouden. Hij wordt verdacht van heling en poging tot zware mishandeling. Volgens de politie waren de mannen mogelijk ook nog betrokken bij andere ernstige misdrijven. En dat zullen wij verder gaan onderzoeken. Ja, klopt het dat ze dus ook bij twee eerdere overvallen betrokken zijn geweest? Dat zijn we allemaal aan het onderzoeken. Kan ik je op dit moment dus geen antwoord op geven. Maar wat ik al zei, we vermoeden echt dat ze bij ernstige misdrijven betrokken zijn. Vandaag was de rust al enigszins teruggekeerd in de straat. Maar veel mensen hebben het gisteravond van dichtbij meegemaakt. Je hebt eigenlijk niet eens het idee van dat er iets ernstigs aan de hand is geweest. Van het, ja, dat is dus pas later als je al die politieagenten ziet hoe het dat er geschoten is. En het, dat je denkt van, het, wat is er hier aan de hand? Ik woon hier in de flat hiernaast. En om dan nou zo te zien van, wat gebeurt hier? Ja, toen zei er van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou, toen zei iemand, moet je daar eens kijken, daar ligt iemand met een laken over zich heen. Het onderzoek naar de schietpartij wordt gedaan door de Rijksrecherche.